Ik sta hier nu boven het skigebied La Forêt Blanche van Vars en Rézoul. Wel aan de andere kant van de Col de Vars. We zijn hier omhoog gelopen omdat hier op de Col de Vars zijn de mogelijkheden om te toeren zo vroeg in het seizoen behoorlijk goed. Het is een grassige ondergrond, dus we hebben weinig kans om onze skis kapot te skiën op stenen. En dankzij de Col de Vars kunnen we ook hartstikke hoog beginnen en dat is momenteel wel nodig. De poeder van afgelopen dinsdag die is er niet meer. Het is behoorlijk warm geworden zoals in de hele Alpen. En dat zorgt ervoor dat de sneeuw behoorlijk gezet is en in veel hellingen ook gedeeltelijk weggesmolten. Dat lijkt heel slecht nieuws, maar dat valt natuurlijk hartstikke mee als we bedenken dat we nog niet eens in november zitten of net begin november zijn. Er ligt nog steeds sneeuw, dat geeft toch wel aan dat er echt veel sneeuw is gevallen en de sneeuw is nu keihard. Alsof het voorjaarsfeer is, de sneeuw is dus al meerdere keren ontdooid geweest en met heldere nachten van de afgelopen nacht al een paar keer opgevroren. Dat betekent dat zelfs met 10 centimeter sneeuw die er ongeveer nog ligt, dat er goed te skiën valt. Op de top van de berg die we vandaag wilden tourskiën. Er ligt zeker niet heel veel sneeuw. Er is behoorlijk veel sneeuw weggesmolten en gezet. Maar zoals net ik zei, dat maakt niet zo heel veel uit. Want we zitten amper begin november. Dus normaal gesproken zou er eigenlijk amper sneeuw horen te liggen. Er ligt hier ook iets minder sneeuw dan in Puy-Saint-Vincent, waar we de afgelopen dagen hebben geskiet. Maar het mag de pret niet drukken en het is heerlijk ook om gewoon op een berg zonder skigebied omhoog te lopen. En er zijn genoeg plekken waar we gewoon prima kunnen skiën en waar de ski ook hartstikke leuk zou zijn. Het lijkt meer op voorjaarscondities dan op wintercondities, maar dat is wederom in deze tijd van het jaar helemaal niet gek.